hebt een boomhaard, maar ik zie hier, of je hebt me daarnet eigenlijk ook een beetje verteld, dat je aan het evolueren bent naar eerder een voedselbossysteem. Ja. Dat je verschillende lagen werkt. Ik heb hier wat klein fruit gezien. Ja. Je hebt hier ook prachtige bloemen staan. Wat ik me afvraag, om van jouw boomhaarden een voedselbos te maken, je hebt verschillende hectares, is dat haalbaar voor jou om te doen? Ja. Zo nee, waarom doe je dat niet? En zo ja, waarom zou je dat wel doen? Wat zijn eigenlijk de pro's en de contra's om dat eigenlijk wel of niet te doen? Ja, wel, het belangrijkste voor onze boomhaarden is dat we echt produceren voor de markt, voor onze eigen markt dan. Dus we moeten zoveel mogelijk kilo's plukken, dus het moet ook praktisch allemaal zeer haalbaar zijn. Ik denk dat voedselbossen dat zeer geschikt is voor zelfpluktuinen en CSA's en zo. Voor boerderijen die de mensen zelf naar hun boerderij vragen en die daar dan van alles kunnen plukken. En of dat dan in een zeker structuurverband staat of een beetje door elkaar. Dat, denk ik, is haalbaar, is praktisch haalbaar. Wij telen appels om sappen van te maken. Dus bij ons moet dat praktisch haalbaar zijn. In die zin dat we in die boomhaard moeten met ofwel een tractor ofwel een jeep met een kar om onze appels te laden. We hebben onze plukparaplu. Die heeft een diameter van 2 keer 4 meter, is 8 meter. Dus dat wordt rond de boom geplaatst. Dus wij moeten ruimte hebben om onze bomen te kunnen plukken. Zo'n paraplu, is dat om dan te schudden dat het erin valt? Ja, dus iemand zit in de boom, dus die paraplu, het is een omgekeerde paraplu in feite, wordt rond de boom gedraaid. In het midden daarvan is er een opening met een transportbandje onder. Maar, dus, echt een elektrisch dappels, bandje? Het is benzine, maar het zou moeten elektrisch. Het idee is dat om daar nog iets elektrisch van te maken, maar goed. Maar dat bandje zorgt ervoor dat de appels van op de paraplu naar de buitenkant getransporteerd worden. En daar zit er dan niemand die de takjes en de blaadjes en de rotte appels en zo eruit rept. Dus ik wil maar zeggen, voor ons is het belangrijk dat allemaal gemakkelijk toegankelijk is om snel zoveel mogelijk kilo's te oogsten. Want het moet allemaal, uiteindelijk moet het ook betaalbaar zijn. Dus dit is een ander verhaal, denk ik, dan dat je met een zelfpluktuin werkt. Dus mensen plukken op hun eigen tempo, ze plukken wat ze nodig hebben, het wordt gewogen, het wordt betaald, dus het is oké wat dat betreft. Allee, het verdienmodel klopt, maar moesten wij niet aan onze appels kunnen, dan zouden wij, of vlot aan onze appels kunnen, hebben wij een groot probleem en dan plukken wij bij manier van spreken met verlies. En dat, snap het. Dat kan de bedoeling niet zijn. Dus in die zin is een voedselbos wat een voedselbos dan juist wil zeggen, want dat is ook een zeer brede term. Zeker. Dus de strikte term van een voedselbos is dat niet. Maar het valt wel onder agroforestry bijvoorbeeld. Ja. Het gras daaronder wordt gemaaid. We zetten houtkanten, we zetten... dus het is wel het geheel op zich. Is een mooie biotoop. Maar een echt voedselbos is het niet, denk ik dan. Thuis, hier gaan we wel meer streven naar het systeem van een voedselbos, denk ik. Omdat we hier sowieso zitten, die bomen worden hier, ze worden eigenlijk ook met de paraplu geplukt. Maar goed, dat kan nog net. We kunnen een beetje foefelen met die paraplu, dat toch nog net kan. Maar om overal te foefelen, dat gaat niet. Thuis is dat anders. Maar hier zetten we ook klein fruit. We zorgen dat zijn kweeperen hier. We hebben braambes, we hebben framboos, we hebben stekelbes, we hebben zwarte bes. We hebben een paar bloemenweides. Dus hier gaan we wel eerder opteren om er een soort voedselbos. Ik noem het dan eerder een voedselpark, want het zal toch in zekere zin een beetje gestructureerd blijven. Maar mensen die hier komen, we hebben een kleine campingsite gemaakt. Dus mensen die hier komen gaan kunnen plukken wat er rijp is. Dus in die zin zitten we wel een beetje in dat systeem van een zelfpluk iets bijvoorbeeld. Ja. We gaan het misschien niet echt commercialiseren, maar mensen die hier zijn gaan gewoon kunnen plukken wat er op dat moment is. Ja. En dat is anders dan onze productieboomhaarden, want uiteindelijk moeten ze wel produceren. Ja. Er hangt daar een economisch model aan vast. Dat is een businessmodel, dat moet wel min of meer kloppen. Maar los van het feit dat we moeten rond kunnen met onze plukparaplu en met onze kar,
zorgen we er wel voor, de randen en zo, zorgen we er wel voor dat, er, ja, een voedselbos dat het meer is dan, dan enkel appels. Ja. Oké, dat is boeiend. Ja. Merci voor alle uitleg. Het waren heel boeiende afleveringen bij jou. Merci, dankjewel. Ik heb alvast enorm genoten van deze afleveringen bij Luc Goossens van Lombards Calvil. Een manier om appels te kweken zonder ook maar één spuitje vergif, volledig biologisch. Is het een voedselbos? Goh, niet echt. Hé. Je hebt in het midden echt gewoon die productiezone van die appelbomen, maar je hebt wel een omranding van allerlei biodiverse, soms ook eetbare planten. Dus het is een mix, eigenlijk een ideaal huwelijk tussen wat een extreem voedselbos is enerzijds en iets dat ook moet opbrengen. Hé. Die man verdient er zijn boterham mee. Dus ik denk dat hij erin geslaagd is om een heel mooi evenwicht te creëren en alvast ook een heel lekker sapje te ontwikkelen. Of verschillende sapjes. Ik zou het zeker aanraden om het eens te proeven. Tot de volgende